LinkedIn Showcases. Het is al ruim een jaar mogelijk om als bedrijf een company page te hebben, waarop mensen je kunnen volgen en op die manier het laatste nieuws van jouw organisatie kunnen zien. Uiteraard kunnen ze alles lezen over je producten of diensten. En dat is het, zeg maar het statische deel daarin. Uiteraard, je kan het veranderen en mensen kunnen je op dienstenniveau aanbevelen. En op de homepage, op je timeline, kan je als organisatie nieuwsberichten delen. En dat is hartstikke leuk, maar een bedrijf als Microsoft heeft natuurlijk zoveel diverse soorten producten en verschillende doelgroepen, dat ja, eigenlijk met de 1,4 miljoen volgers, die worden overspoeld met al het nieuws over Microsoft. En ja, is elk nieuws interessant? Want misschien ben je wel geïnteresseerd in maar één productlijn van Microsoft. Nou, daar is nu een oplossing voor gekomen, bijvoorbeeld voor Office. Daar kun je als paginabeheerder showcases aanmaken. En Office is een van de showcases van Microsoft, waarbij je dus alleen het nieuws met betrekking tot Office kunt delen. Het mooie is, je kan als organisatie meerdere beheerders aanmaken voor de verschillende showpage pagina's, waarbij je veel gerichter nieuws en kennis kunt delen. Het wordt op dit moment uitgerold. Het draait al bij Microsoft en bij Adobe. En als het goed is, kan iedereen binnenkort zelf aan de slag met deze showcases. En natuurlijk zorgen wij ervoor dat wij weer als eerste een handleiding hebben over hoe je dit moet gebruiken.